carnaval gaat in Dommelbaarse Dorp gewoon door. De nadruk ligt met name dit jaar op een doorstart. En daar doen we toch een beetje versobering. Hoewel we wel een volledig programma hebben kunnen aanbieden. Maar het zal met name toch van de mensen zelf moeten komen. En verder, Koning Willem I College en de Koninklijke Luchtmacht slaan de handen ineen. Een auto vliegt over vangrail A59 en slaat meerdere keren over de kop. Dit is het DTV Nieuws. Welkom. Even leek het er niet op, maar er wordt dit jaar gewoon carnaval gevierd in Dommelbaarse Dorp. Het Vughtse carnavalseizoen werd dit weekend afgetrapt met de Prinsenreceptie. Een feestelijke stemming in de Elsenburg in Vught dit weekend. Daar werd het carnavalseizoen geopend met de bekendmaking van de nieuwe prins. En een nieuwe prins betekent een nieuwe start, vinden ze in Dommelbaarse Dorp. We hebben een hele mooie herstart, want daarvoor zijn we vandaag bijeen natuurlijk. Dat we een wisseling hebben van de hoogheid. Van zijn doorluchtige hoogheid, prins Alfredo de 21ste naar de 22ste. Daar hebben we een ontzettend goed gevoel bij voor wat betreft de nieuwe telg binnen de dynastie. En natuurlijk een klein beetje verdrietig dat we afscheid nemen van de vorige telg. Maar dat ziet er heel erg positief uit. Het zag er namelijk niet naar uit dat de carnaval in Dommelbaarse Dorp door kon gaan. Het complete bestuur maakte vorig jaar bekend op te stappen. Het heeft natuurlijk de laatste tijd wat gerommeld. Maar ik ben blij dat er een aantal mensen hebben gezegd, we zetten de schouders onder en we zorgen gewoon dat er in 2024 ook carnaval in Dommelbaarse Dorp is. Stemmen geweest met gaat dit allemaal nog wel door hè, de komend jaar. Er zijn wat bestuurlijke aangelegenheden geweest waar ik eerlijk gezegd niet al te veel van weet. Eerlijk gezegd ook niet al te veel van wil weten. Omdat ik zelf gevraagd ben om mee te gaan doen en mee te organiseren voor het nieuwe carnaval. En daar wil ik zo blanco mogelijk in staan. Het is in ieder geval duidelijk dat er dingen moesten veranderen. Zo is er dit jaar geen grote optocht en ook geen carnavalsmis. Daarnaast werd er een speciale avond georganiseerd waar alle Vughtenaren konden meedenken over de toekomst van het carnaval. Op zondag zal dit jaar het ontbijt van Damme zo zijn en daarna de kroegentocht in plaats van op de maandag om het gat van de optocht te vullen. Op maandag is er een blaaskapellenfestival van Déjà Vu en op dinsdag ligt de focus bij de JJ met de kinderoptocht. Nou, daarna natuurlijk afsluiten met de begrafenis en zo maken we er met elkaar toch een volle carnaval van. Het gaat op zich niet zo heel veel veranderen, waar het niet dat je wel wat protocolaire versoberingen zult gaan zien en ceremoniële. Omdat we toch eigenlijk het carnaval willen laten zijn voor de Dommelbaarse Dorpers voor en door. De nadruk ligt met name dit jaar op een doorstart. En daar doen we toch een beetje versobering, hoewel we wel een volledig programma hebben kunnen aanbieden. Maar het zal met name toch van de mensen zelf moeten komen. Ondanks alle veranderingen die op komst zijn, hebben ze er in Dommelbaarse Dorp vertrouwen in dat het dit jaar weer een geslaagde carnaval wordt. Er is enorm veel animo dat nog steeds binnen de clubjes, met de clubjes rond de tafel gezeten van hoe we het komend jaar gaan doen. En het enthousiasme is zo enorm groot dat ook clubjes onderling met elkaar afgestemd hebben van hoe gaan we zo mooi mogelijk het programma neerzetten. Voor mij is het gewoon de gezelligheid, het ontmoeten, het met elkaar kletsen, slap ouwe hoeren, dat is leuk. En dat kun je hier als de beste? Dat kun je hier hartstikke goed. Carnaval in Dommelbaarse Dorp begint op 10 februari met de Prinsenbrunch en de intocht. Twee automobilisten zijn zondagavond gewond geraakt bij een ongeluk in Drunen. De auto met de slachtoffers raakte met hoge snelheid de vangrail van de A59, waardoor het voertuig meerdere keren over de kop sloeg. In totaal 6 keer. Uiteindelijk kwam de auto tot stilstand op de spoorlaan in Drunen. Meerdere hulpdiensten kwamen op het ongeval af en er werd zelfs een traumahelikopter opgeroepen, maar die hoefde niet meer ter plaatse te komen. De twee inzittenden zijn meegenomen naar het ziekenhuis. Een hond heeft zaterdagmiddag een man gebeten aan de Molenstraat in Helvoort. Het slachtoffer moest zich vervolgens laten behandelen in het ziekenhuis. De voorbijganger zou vanuit het niets gebeten zijn. De politie trof bij aankomst meerdere grote honden aan die achter een omheining zaten. De agenten vonden echter geen gaten in de omheining. Volgens de eigenaar van de hond was hij ontsnapt. Het slachtoffer en het baasje handelen de zaken samen verder af. Het pontje dat wandelaars van het Heetmanplein naar het Bossenbroek brengt is vanwege het hoge water tijdelijk buiten gebruik. Via de Vughterbrug kunnen wandelaars normaal gesproken afdalen naar het zogenaamde Vughtereiland. Door intensief te draaien aan het wiel kunnen passagiers zelf over de Dommel varen om vervolgens in natuurgebied het Bossenbroek uit te stappen. Op dit moment staat er zoveel water dat dat niet mogelijk is. Het Bossenbroek wordt gebruikt als bergingsgebied om bij extreme regenval te voorkomen dat het water Den Bosch instroomt.
Defensie is dringend op zoek naar communicatiespecialisten. De Koninklijke Luchtmacht slaat daarom de handen ineen met het Koning Willem I College, dat specifieke opleidingen gaat aanbieden om mensen klaar te stomen voor deze groeiende sector bij Defensie. Alles draait om communicatie. Stel voor dat je op een uitzending zit in de Sahara of waar dan ook in de wereld. Dan heb je communicatiemiddelen nodig. Om daar de juiste mensen voor te vinden, zijn de Koninklijke Luchtmacht en het Koning Willem I College een samenwerking gestart. Deze week starten de eerste 43 studenten aan 3 nieuwe opleidingen, communicatie- en informatiesystemen. Voorheen was het natuurlijk, hadden wij de gedachte van wij stellen bepaalde vooropleidingseisen. Daarmee komen mensen naar ons toe en dan zijn we blij dat ze binnen zijn. Alleen de werkelijkheid met de krapte arbeidsmarkt is dat niet zo. Een heel simpel voorbeeld, er studeren ongeveer 3.500 mensen in Nederland aan een ROC voor elektrotechniek. Nou, als je bedenkt dat er ongeveer 10.000 vacatures zijn, dan is de rekensom snel gemaakt, dan wordt het moeilijk. Wat we nu graag willen, is dat leerlingen, ook al voldoen je niet aan de juiste vooropleiding, om dan de samenwerking met het ROC Koning Willem I, het Willem I College, een traject op te zetten waar mensen toch naar het juiste niveau gebracht worden en zodat ze dan bij ons binnen kunnen komen. Om een van die nieuwe opleidingen te starten, moet je wel al een basisopleiding bij Defensie achter de rug hebben. Verder mag iedereen zich aanmelden. Nou, we starten een maatwerkopleiding. We praten eigenlijk over 2 opleidingsafdelingen die dat verzorgen voor Defensie, voor de luchtmacht. Dan praat je over een stuk techniek en een stukje ICT. Gezamenlijk gaat de grote groep van, die start vandaag, van 43 studenten werkzaam bij Defensie, bij de luchtmacht. Start is met 12 weken zeg maar, algemene opleiding, vooral cybersecurity. Daarna splitst de groep zich uit elkaar. 8 weken nog daarna. 8 weken voor ene groep netwerkbeheer en 8 weken voor de andere groep telecommunicatie. De Koninklijke Luchtmacht heeft steeds meer behoefte aan gekwalificeerd personeel in deze sector en zijn daarom dringend op zoek naar enthousiaste studenten. Ze moeten het graag vooral willen. Ze moeten het vooral leuk vinden. Bij de luchtmacht werken is een heel uitdagende baan. Dat is niet een 8-tot-5 baan van ik ga 's morgens naar kantoor en ik ga 's avonds om 5 weer naar huis. Je mag af en toe een keer naar Amerika toe voor een opleiding of voor een oefening. Je mag een keer een uitzending meemaken in, waar we natuurlijk recent hebben gehad, in Afghanistan of Irak. Je gaat op leuke oefeningen naar Noorwegen. Dus het is een hele diverse baan. En als je dat aantrekkelijk vindt, en wat je vooral aantrekkelijk moet vinden, is werken in de techniek. Nou, dan ben je welkom. Het belooft een winterse week te worden met temperaturen onder het vriespunt. Maandag kregen we te maken met lichte sneeuwbuien, maar dinsdag blijft het droog en breekt de zon af en toe door. Woensdag begint de temperatuur langzaam weer te stijgen. Het wordt dan 0 graden. Heeft u nou nog een mooie weerfoto gemaakt? Mail die dan naar weerfoto@dtvnieuws.nl. Dit was het, maar meer nieuws, zoals over de 10.000ste bezoeker bij de ijsbaan in Vught, leest u op dtvnieuws.nl en in onze app. Graag tot snel!